aquariumvereniging Betta Splendens uit Almelo organiseerde zondag in De Schelf een aquaterrabeurs waar Manuel Kraus uit Duitsland Japanse landscaping kwam demonstreren. Bert Morsik, wat voor vereniging is Betta Splendens eigenlijk? Betta Splendens is een aquarium-terrariumvereniging, maar dan ook in de breedste zin van het woord. Wij organiseren zoals deze beurs, we hebben dus lezingen, wij organiseren ontzettend veel. En we zijn zeer actief in het aquarium en terrarium gebeuren. En hoeveel leden heeft de vereniging? In de goede dagen, de jaren 70, 80, hadden we 350 leden. En we zijn dus gedaald naar 50 begin vorig jaar en we klimmen nu weer op naar 60, 65. Dus we zijn positief bezig. Ja. Zeg maar, wat is nou de oorzaak van dat het weer opklimt? Ik denk dat we een actieve vereniging zijn en ons overal waar mogelijk kenbaar maken en zichtbaar maken om te laten zien aan de mensen wat voor vereniging het is. Een aquarium houden, waarom is dat nou zo'n aardige hobby? Nou, het is een individueel bedrijf wat je uitoefent. Je hebt je hobby in huis staan en je oefent je hobby dus thuis uit. Als je je gaat verenigen, dan betekent dus dat je in verenigingsverband je dingetjes gaat doen. Maar een aquariaan hoeft niet zo nodig naar de vereniging. Maar wij zijn verenigingsmensen. Hè, wij zijn dus eigenlijk met elkaar verbonden. Wij geven dus ook lezingen, maar wij gaan ook gegevens uitwisselen. Als je een volleybalclub hebt of een voetbalclub hebt, dan komen de leden naar het desbetreffende veldje heen. In de kleedkamer, dollen, maar wij hebben dus de hobby thuis. Dus het is een individuele hobby die wij gezamenlijk dan uitoefenen. Jullie dollen niet? Wij dollen wel hoor, ja, absoluut. En sowieso in het algemeen.